Bijt jij ook altijd je lijn door met je tanden? Of gooi jij ook altijd je dreggen weg zodra ze ook maar een klein beetje niet meer scherp zijn? Vandaag laat ik jullie 4 must-haves zien voor alle roofvissers. Tip nummer 1, zoals ik al zei, bijt jij ook altijd je lijn door met je tanden? Dat is en niet heel goed voor je tanden en daarnaast werkt het ook vaak niet zo lekker. Tip nummer 1, daarvoor pak ik mijn sleutelbos. En aan mijn sleutelbos hangt een, nou ja, je zou zeggen nagelknippertje, maar het is een lijnknippertje. Je kan hem ook als nagelknipper gebruiken, maar het is officieel bedoeld als lijnknipper. Deze hangt altijd aan mijn sleutelbos, want ik ben heel vaak degene die vergeet om of een schaartje mee te nemen, of het schaartje in de auto laat liggen, of het schaartje thuis laat liggen. Dus ik zit heel vaak te klooien met mijn tanden om de lijn door te bijten. En nou ja, jullie zullen het zelf ook wel weten. Vaak doet het of zeer, of is het heel moeilijk, zeker gevlochten lijn, om dat door te bijten. Op het moment dat je deze jongen aan je sleutelbos hebt hangen, hoef je nooit meer bang te zijn dat je je schaartje vergeet thuis. Want met deze kun je elke lijn de baas. Nummer 2, we blijven bij de sleutelbos, maar zoals jullie kunnen zien hangt iets aan mijn sleutelbos. En dat is een drijver voor je sleutels. Je zal namelijk niet de eerste persoon zijn die zijn sleutels in zijn zak wil stoppen en hem dan naast de zak drukt en daardoor al je sleutels kwijtraakt. Aan mijn sleutelbos hangt onder andere mijn huissleutel, een bieropener, de sleutel van een slotje voor mijn hengelkoker, de brievenbussleutel. Dus als die bij mij in het water donderen, ja, dan heb ik toch wel een probleem. Met deze jongen, op het moment dat ik ze in het water gooi, blijft hij gewoon drijven. Dus dit is ook zeker een aanrader voor iedereen die vaak vist. Want je wil natuurlijk niet je kostbare sleutels kwijtraken. Ben jij het ook helemaal zat om je ogen samen te knijpen en tegen de zon in te kijken? Dan is een polariserende zonnebril iets voor jou wat je echt niet mag missen. Eigenlijk voor elke visser is een polariserende zonnebril onmisbaar. Soms is het om je ogen te beschermen tegen rondvliegende haken als je bijvoorbeeld een vis lost vlak voor de kant. Soms is het om te voorkomen dat je ogen aan het knijpen zijn de hele dag. En de andere keer is het om volgers en vissen die achter je aan zijn komen, überhaupt vissen en dingen in het water beter te kunnen zien. Ik draag graag zonnebrillen van het merk Leech. Leech is een supermooi merk met in elk budget en voor iedereen toepasbare brillen. Of je nou zelf een bril hebt of niet. Of je nou groene glazen, zwarte glazen, gele glazen zoekt, maakt allemaal niet uit. Leech heeft voor iedereen en voor elk budget een stel hele mooie brillen. Uiteraard wil je als roofvisser altijd op het scherpst van de snede vissen met vlijmscherpe dreggen. Zeker voor de mensen die veel op rivieren of andere wateren met stenen vissen, zal het vaak gebeuren dat je een klein braampje aan je dreg krijgt. Ik verving altijd mijn haak op het moment dat er een braampje aankwam, maar op dit moment heb ik iets veel beters gevonden. Namelijk een hakenslijper. Zeker de kleine braampjes, die vel je vaak zonder al te veel problemen zo van je dreg af en is je dreg eigenlijk weer zo goed als nieuw. Dus is het niet nodig om die dure dreggen elke keer bij het minste of het geringste te vervangen. Om je haak correct te slijpen doe je ongeveer 5 tot 7 bewegingen aan de linker en de rechterkant van de haak. En zodra je dit gedaan hebt doe je ongeveer 7 tot 10 bewegingen aan de bovenkant van de haak. Dit doe je natuurlijk net zo lang totdat je haak scherp is. En bij sommige haken, zoals deze BKK's, zit er een coating op. Dan wil het nog wel eens zinvol zijn om met een permanent watervaste marker eventjes de haakpunt aan te stippen. Omdat door de coating eraf is de haak anders gaat roesten. Dus check zeker de hakenslijper, want een investering op een hakenslijper is vele malen goedkoper dan iedere keer nieuwe dregjes onder je kunstlaas zetten. En als laatste tip, maar zeker niet als minste tip, de splitteringtang. Zeker voor het vervangen van je dreggen, maar überhaupt een splitteringtang is vaak handig. En op deze splitteringtang zit een knippertje voor je lijn, dus daar kun je ook je lijn mee doorknippen. Je kan de splitteringen mee vervangen. Je kan soms, als er niemand in de buurt is, even snel een vis onthaken of te vissen met een kleine bek. Bijvoorbeeld voor baarsvissers kun je dit ook prima gebruiken om een baars te onthaken. En zonder splitteringtang is het vaak martelen om bijvoorbeeld je splitteringen open te krijgen als je je dreg wil vervangen. Dus jij als roofvisser kan zeker niet zonder een splitteringtang. Dit waren mijn 5 must-haves voor elke roofvisser. En ben jij nou op zoek naar een ideaal cadeautje voor een roofvisser die jij kent? Kijk dan zeker naar deze producten die ik heb opgenoemd. Heb jij nog een product waarvan een roofvisser die ook zeker moet hebben? Ik zal een linkje zetten naar Leech hier beneden in de beschrijving. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie volgende keer bij een gloednieuwe video. Later mensen, dankjewel voor het kijken.